Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren. De vorige keer in Jul en Julia en het grote verjaardagsfeest. Oh, oh nee, daar is Jul. Oh, vlug, verstop de vingers. Als je het niet erg vindt, dan kletsen we een andere keer verder. Goed? Ja, maar meneer Kaasgraaf, ik... Goed zo, nou ga maar fijn spelen, hè, jongen. Die muis is echt wel een beetje heel erg verdrietig. Als wij straks met dat viertal klaar zijn, dan hebben ze pas echt wat om verdrietig van te worden. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Bij Jul de Muis, hij is je vriendje. En Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen het avontuur achterna met Jul en Julia. Dit wordt echt een super verrassing. Ja, Jul heeft nog steeds niets in de gaten. En alles is geregeld. Er komt een grote taart en slingers en ballonnen en confetti. En het cadeau komt morgenochtend precies op tijd binnen. Oh, wat bent u toch geweldig. Aver. Snel aan de slag. En nog maar een paar voorbereidingen. En we zijn helemaal klaar voor het grote verrassingsfeest. Ja, meneer Kaasgraaf. Oké. Oh, maar natuurlijk. Dat is het. Wat is het? Ik heb een geweldig plan. Ach, wat ben ik toch magnifiek. Magnifiek? Briljant! Briljant? Slim? Ja, dankjewel, baas! Ach, het is ons misschien niet gelukt om met dat cadeau naar binnen te komen. Maar wat nou als wij zelf dat cadeau zijn? Wij als cadeau? Ja! Nou, dat lijkt me niet zo'n goed plannetje, baas. Nee, wie wil er nou twee boeven als cadeau? Geef dan liever twee cavia's. Of zo'n schattig konijntje. Oliebol, wij gaan onszelf toch niet cadeau geven? Ja, maar je zei toch net dat wij als cadeau... Dit is het meesterplan waar ik al die tijd naar heb gezocht. Kom mee. Kom nou mee! Kom nou mee! Dag allemaal! Leuk dat jullie er waren! Dag allemaal! Dag! Hoho! Zo uit en het park gaat sluiten. Moet dat echt? Ja, lieverd, dat weet je toch? De dag is alweer voorbij. En trouwens, moet jij niet hoognodig naar bed? Want morgen is weer een hele drukke dag. Ja, maar ik heb helemaal nog geen zin om te gaan slapen. Oh, lieverd, kom op, hè. Dan maak ik een glaasje warme melk voor je, hè. Daar kun je lekker van slapen. Kom maar. Oké. Ja, ik kom al. Julia, jij neemt zometeen Jul mee naar het pretpark. En als jullie dan weg zijn, dan doen mevrouw Suikerspin en ik de voorbereidingen. Ja, meneer Kaasgraaf. Oké. Veel succes. Verstoppen. Gefeliciteerd met je verjaardag. Oh,
Oh, je bent mijn verjaardag dus toch niet vergeten? Nee, natuurlijk niet, gekkie. Nou, kom op. We gaan spelen. Oh. Straks bij de picknick krijg je jouw cadeautje. Ja. Nog heel even wachten. Hij is weg. Nou, snel aan de slag dan maar, hè? Nou, ik ben wel een beetje benieuwd naar mijn cadeautje. Maar ik ga nog niks verklappen. Nog heel even wachten. Oh, maar kan je ook niet een eenie-meenie beetje vertellen wat het is dan? Nee, Jules. Dan is het toch geen verrassing meer? Oké. In welke attractie zullen we als eerste gaan? Jij mag kiezen, want jij bent jarig. Ja, te gek. Oh, het is nu groter dan ik dacht. Wat een cadeau! Nou, inderdaad. Nu weet ik het zeker. Dit wordt echt het allerbeste verrassingsfeest ooit. Ja. Zo, en baas. En wat is dat voor ding, hé? Ach, geef hier dat ding. Dat moet dat kanon zijn. Een kanon? Een kanon. Een kanon? Een kanon. Kanon, hé. Maar baas, wat moet hij nou met een kanon op het pretpark? Ja, dat weet ik toch niet. Nee, nou ja, omdat hij daar iets over zei over de telefoon. Ach, in ieder geval komt dat kanon ons straks ook nog goed van baas. Kanon zeg. Oh, dat ziet er al gezellig uit. Oh, maar wacht eens even. Ik heb nog allemaal ballonnen liggen in mijn kantoor. Ach, natuurlijk. Hoe konden we dat nou vergeten? Ik ga u gelijk even helpen. Oh, de kust is veilig. Ja! Zo, wat een joekel zeg. Afblijven. Wij moeten heel voorzichtig zijn. Wij hebben dit kanon straks nog nodig. Ja. Wat gaan we dan doen, baas? Ach, als dat viertal hier straks is voor dat feest, dan schakelen wij ze uit. Met dit kanon. En dan worden wij de baas van de Juliana-toren. Ja! De volgende keer in Jul en Julia en het grote verjaardagsfeest. Daar zijn ze! Oh, vlug! Verstoppen! Mag ik al kijken? Nee, Jul. Heel even wachten nog. 3, 2, 1... Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren.